Met de koren zijn we een jaar of drie geleden vooral in contact gekomen toen ze hun jubileum hier vierden. Toen kwam ik er ook wel achter van hoe ongelooflijk goed ze zijn. En je denkt niet zo snel aan een koor, aan nationale koren als artist in resident. Maar als er ergens in Nederland of in Europa zelfs een kinderkoor nodig is, een heel goed kinderkoor, dan bellen ze naar de nationale koren. Soms is een residency wel eens een artiest die een paar keer per jaar langskomt en dan op een strik omheen. Maar wij willen echt met mensen iets gaan maken wat nog niet bestaat. We willen hen de ruimte hier bieden, voor zover we die hebben, om te repeteren, om op te nemen, om te componeren, om wat dan ook. Toen we dat opgebouwd hadden, toen zijn we ook naar de kleinere dingen gaan kijken. Dus ze hebben ook twee lunchpauzeconcerten bij ons gegeven. En ze gaven aan dat ze graag een masterclass wilden van Emma Kirkby, van Andrea Scholl. En Wilma en Irene hadden ook aangegeven dat ze graag een workshop wilden geven. En die hebben we toen ook bedacht. Wat vind ik heel erg de kracht is van Wilma en Irene ook, is dat ze ons echt heel erg meenemen in de muziek en dat je eigenlijk in volle concentratie aan het musiceren bent. En als je dat in de zaal doet, dan is het vaak voor het publiek, dus dan is het nog wat intenser. Maar eigenlijk verdwijn je helemaal in de muziek. Onze dirigent Wilma van Wolde moet je volgen. En daar zit een heel mooi een afwisseling en contact tussen. En het is prachtig om daar te mogen staan. En zelf is het heel leuk om op een podium te kunnen staan. We werken vaker met jonge talenten, jonge muzici, jonge orkesten. En meestal klinken die in wezen hetzelfde als de volwassen orkesten. Hooguit wat minder ervaren of nog niet helemaal zo ver als een volwassene is. Maar een jong koor klinkt ook echt heel anders dan een volwassen koor. Andere stemmen, het is jonger, het is frisser. En dat kan een volwassen koor niet. Het is gewoon, het klinkt ook altijd zo mooi, vind ik. Dan ben je met zoveel mensen en dan ga je met z'n allen zingen en dat vind ik gewoon heel leuk. Dat je het samen doet. Het is niet dat je in je eentje zingt, maar je doet het met z'n allen. En dat is gewoon hartstikke fijn en leuk. Waarom wij het doen is om artiesten meer te bieden dan alleen een podium voor één concert. Maar echt meer een huis om zich te kunnen ontwikkelen en om dingen uit te proberen. Je bouwt dus echt een band op. Met het ensemble of met de artiest. En ze komen zeker terug. Nee, de nationale koren komen zeker terug.